François, vrijdag zei je, we hebben niet zomaar gewonnen. Nou ja, dat bleek. Ik vond het matig vanavond, jou? Matig niet. Wel een mindere wedstrijd van onze kant. En ja, goed, ik had wel verwacht dat het een hele stugge en moeilijke wedstrijd zou worden. En dat is vooral omdat we Jong Utrecht in die zin niet moeten onderschatten. Het is niet meer het Jong Utrecht van een aantal jaren geleden. Het is gewoon een goede ploeg. Ik denk dat wij hier thuis ploegen hebben gehad die minder waren dan Jong Utrecht. Die wat makkelijker ook hebben gewonnen. Soms ook een beetje wat gelukkig. Uiteindelijk als je kijkt naar de tweede helft was het denk ik wel wat meer dan matig. Hebben we ook wel behoorlijk wat kansen gecreëerd. Niet onze beste wedstrijd, hè, daar ben ik met je eens. Alleen uiteindelijk denk ik wel, als er iemand moest winnen, dat wij het waren. Alleen, ja, je krijgt niet altijd wat je verdient. Dus ja, puntje. Een beetje een nasmaak aan. Aan de andere kant is wel de achtste wedstrijd ongeslagen. Dus hadden we heel graag gewonnen. En je kijkt toch altijd naar jezelf. En ik denk dat we daarin niet goed genoeg waren in ieder geval. Laat ik het zo zeggen. Dat is wel de conclusie van de avond. En dan stap je met 0-0 van het veld af. En dat is wel zuur, ja. Voetballend, te rommelig. Ja, we kwamen er moeilijk door. Konden moeilijk de vrije man met name vooruit vinden. Steeds terug lukte wel, maar ze hielden het heel klein en wij hadden daar onvoldoende antwoord op. Okay, ik kan wel als een blinde naar voren rennen en willen winnen. Dat hebben we ook wel gedaan. We hebben aanvallend gewisseld. En uiteindelijk zijn zij ook wel kwalitatief dusdanig dat zij in de tegenstoot, in de counter, nog iets kunnen doen. En daar moet je wel voor oppassen, dat je het niet helemaal opengooit. Volgens mij hebben ze niet echt kansen gehad. Ik denk één scrimmage nog waar het een beetje hachelijk werd. Uiteindelijk hebben wij denk ik de beste kansen gehad met een Anthony Mosaba die na zijn invalbeurt heel dreigend was. En eigenlijk een goal had moeten maken. Ja, die 1-op-1 actie die hij net naschoot bedoel je? Ja, ik denk dat hij nog wel meer momentjes gehad heeft. Ja, goed, Anthony is de eerste die daar zelf van baalt. Dus dat is inderdaad vervelend voor die jongen en uiteindelijk vervelend voor ons. Niet de oorzaak waarom wij deze wedstrijd niet winnen. Maar hij blijft wel dreigend op het moment dat hij inviel. En jammer dat het ons geen 3 punten oplevert. Dan heb je een mindere wedstrijd gespeeld, maar wel 3 punten. En kijkend naar de andere uitslagen is dat wel jammer. Ja, want wat werd er in de rust gezegd bijvoorbeeld? Met name verdedigend hoe we meer druk konden krijgen. Omdat zij met 2 controlerende middenvelden spelen. Een aantal jongens die dan vanaf voren inzakt eigenlijk het middenveld in. Ze kregen daar niet per se heel veel kans uit voetballen. Maar wel dat wij weinig druk krijgen en ze weinig lang konden dwingen. Dus daar lag met name qua druk zetten, hoe zeg je dat? Daar werd naar gekeken en in balbezit was eigenlijk Bas was veelal de vrije man. En hoe we die sneller konden bereiken. Ja, kwam ook weinig van terecht eigenlijk, hè? Vanaf die linkerkant. Ja, dat lukte niet zoals we gehoopt hadden. Dat is wel een understatement. En dan blijft het lastig om er door te komen. En toch krijg je nog wel weer wat kans. Met name toen Anthony erin kwam. En wat meer diepte achter de verdediging zochten. Ik denk dat we daar wel gevaarlijk uit konden worden. Alleen, wat ik zei, hij mocht er niet in. De wissel, soms haal je Dijkstra eruit. Nu ging Van der Looy naar de kant. Waarom was dat? Ja, omdat wij toch wat aanvallender willen wisselen. Omdat we willen winnen. Vandaag keken we naar een van de 2 controleurs. Nou, wij dachten dat Tom gewoon minder in de wedstrijd zat. Dus vandaar dat we voor Tom gekozen hebben. Je hebt het aantal maanden eigenlijk heel goed gedaan. Toch werd je een paar keer gewisseld. Hoe kijk jij daarnaar? Vond ik jammer. Als op persoonlijk vlak. Maar goed, ja, die dingen gebeuren. Nu wordt Tom eruit gehaald. Ja, soms word je gewisseld omdat de wedstrijd iets nodig heeft. En daar ben je dan persoonlijk niet blij mee. Maar soms is dat nodig in belang van het team, zoals ze dat dan zeggen. Maar nog 3 wedstrijden te gaan. Zware wedstrijden. Maar het ziet er nu toch wel goed uit. Ja, als je kijkt naar de periode, mag je gerust over beginnen. Doen veel mensen, doen wij wat minder. Hè. We hebben gezegd, als we vandaag een overwinning pakken, nou, dan kunnen we het daar eens over hebben. We hebben niet gewonnen. Als je kijkt wel naar Jong Ajax op de stand. Als je had gewonnen, was je die misschien ook voorbij gegaan op de stand. Dus daar kijken we ook gewoon naar. Dus het ene gaat wel gepaard met het andere. Nu moeten we gewoon van wedstrijd tot wedstrijd kijken. Kijk, als er een Volendam een uitslag is waar we wat mee kunnen, dan kun je alsnog naar die periode kijken. Wij doen dat nu niet. We kijken van wedstrijd tot wedstrijd. Volendam is concurrent. We staan volgens mij 1 punt denk ik nu achter, dus ze zullen willen winnen. Maar goed, we zien wat er daaruit komt. En laten we maar stabiel blijven zoals we nu zijn. Weer niet verloren. En dan zien we wel wat het uiteindelijk op de stand oplevert. We gaan er gewoon weer heen om 3 punten mee naar huis te nemen. Zo simpel is het. We zullen goed kijken naar wat er beter moet vanuit deze wedstrijd. En dat zullen we meenemen naar Volendam. Nu is de eerste voorbij komen naar deze pot. En dan zal vanaf morgen wel weer de focus daarop liggen. Nu vrijdag Volendam. Volendam in vorm. Wat verwacht je daar voor wedstrijd? Een moeilijke ploeg. Een moeilijke wedstrijd. Goede ploeg.
goed voetballende ploeg, ook jong. Verzorgd voetballend, technisch vaardig. Uiteindelijk geven ze ook wel wat ruimte weg achterin. Ik denk dat dat een hele lastige wedstrijd voor ons wordt. Maar goed, zo zullen ze een Volendam ook praten. Oké, heel veel succes verder. Dank je wel.